kijken, dan bestel ik het graag zelf. Allee, binnen en op de les. Rechtstreeks van de klas. Kom maar. Wat ik veronderstel dat iedereen vertrouwd is met de term het nieuwe werken. Dat is een term die toch de laatste jaren in veel administraties ingang gevonden heeft. Meestal wordt dat simpel vertaald als werken van thuis uit. Maar het betekent meer. En wij vonden als school, als wij een realiteitsgehalte aan ons onderwijs willen geven, en specifiek dan nog onderwijs, dat aansluit op administratief werk, dat wij ook daar bij die idee van het nieuwe werken moesten aansluiten. Betekent inderdaad dat het mogelijk moet zijn om leren van thuis uit te laten plaatsvinden. Dat is niet de hoofdbedoeling, maar het moet kunnen. Hè. Leren moet kunnen losgekoppeld worden van het ene moment dat leerlingen in een klaslokaal zitten met een leerkracht die vooraan aan boord staat. Betekent ook dat de methode en de leerwijzen moeten aangepast worden aan wat vandaag de dag verwacht wordt. Namelijk, het moet gericht zijn op het leren, werken en ontwikkelen van competenties zoals die in bedrijfsleven gevraagd worden. En dat is veel meer dan alleen maar iets dat met kennisoverdracht kan bereikt worden. Dat betekent dat men dat realiseert door zelf te werken, zelf te experimenteren, vooral ook samen te werken met elkaar. En dat moet stevig kunnen ondersteund worden door een hele IT-infrastructuur die die dingen mogelijk maakt. Net zoals altijd met onze school, gaan jullie voor zijn we willen spelen en uiteindelijk als eerste school met Link en SkyDrive Pro gaan werken. Kijk er naar uit, het zal een beetje aanpassen zijn, maar ik ben er zeker van dat alles vlot zal verlopen. Integendeel, de leerlingen gaan elkaar veel meer helpen. En ik ga veel meer tijd hebben om elke leerling individueel te begeleiden. De verantwoordelijkheid van het leren ligt bij hen, waardoor het repetitief altijd maar hetzelfde herhalen er voor mij niet meer zal bij zijn en ik dus veel beter ga kunnen inspelen op de persoonlijke nood van elke leerling.
met dit klaslokaal kom ik toch iets liever naar school. Ik vind thuis ook les volgen, dus ik moet meestal vroeg uit mijn bed. Dan heb ik meer tijd om andere dingen te doen ook nog, zoals mijn Facebook te checken. Nee, helemaal niet, want de leerling is dan hier heel dicht bij ons. We gaan zelf persoonlijk, kunnen we gemakkelijk rondlopen, we hebben een goed overzicht op het lokaal. De leerlingen zitten ook dicht bij elkaar, wat het samenwerken in feite ook veel bevordert. Dus ze gaan elkaar ook heel vlug verder helpen, wat dan in feite bij deze leeftijdsgroep heel goed kan. Dat is dus ook heel goed, want we gaan veel meer coachen. Nu, we zijn dat al een klein beetje gewoon van in het virtueel kantoor, maar nu is dat in feite nog veel intenser. Onze opdrachten gaan er ook volledig naartoe gericht zijn, dat wij zelf heel veel moeten gaan opzoeken. Dat verloopt allemaal vlot. Het lokaal is zeer mooi, zeer modern. We zijn ook heel leuk ingericht. We hebben ergonomische stoelen waardoor onze rug geen pijn meer kan hebben. We hebben ook leuke zeteltjes waarin we kunnen rusten. En ja, het is echt plezant om te zitten. Voor iedereen is het een nieuwe manier van leren op school. Voornamelijk voor mij is het punt dat we veel meer via de computer gaan moeten doen, meer met schrijven. Sneller dingen kunnen opzoeken en daardoor ook de lessen kunnen herhalen en vaak bekijken waardoor we sneller met de les weg zijn. Het Minim-instituut heeft altijd geprobeerd om heel veel contact te hebben met het werkveld, om zijn projecten, het interne project in de school, op het werkveld af te stemmen. En ik vind het een ongelooflijk project. In de zin van dat wij zoeken naar mogelijkheden voor leerlingen om op een andere manier met kennis, met vaardigheden om te gaan, maar wel gerelateerd aan het werkveld. Als ik zie hoeveel mensen werken vanuit thuis, denk ik dat dat een project is dat daar heel goed in past. Natuurlijk, en daar moet ik als directeur wel opletten, ik moet altijd ervoor zorgen dat alle projecten die wij organiseren, die wij inrichten, dat die natuurlijk conform de onderwijsreglementering zijn. De onderwijsreglementering die zegt dat leerlingen op school moeten zijn, dat leerlingen aanwezig moeten zijn op school. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden wat we doen. Maar ik denk dat doordat je zo'n nieuwe projecten organiseert in de school, dat je leerlingen ook beter motiveert. En dat we misschien, wie weet wel, met de spijbelproblematiek op een heel andere manier kunnen aanpakken. Wie weet. Een droom.